Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Mijn naam is Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. En ik sta nu in Den Haag. En dat weet ik zeker, want daar is de Tweede Kamer. Ik ga jullie in een tweedelige vlog meenemen langs verschillende musea in het museumkwartier in Den Haag. En jullie weten, ik heb al eerder vlogs gemaakt. Ik heb eerder vlogs gemaakt in Museum Paleis. Museum Escher in het Paleis. Ik heb al een vlog gemaakt over het museumkwartier in het algemeen. Toen ging ik naar de Koninklijke Schouwburg, Poelvliet Studio en Koninklijke Schouwburg, Poelvliet en het Mauritshuis natuurlijk. En vandaag ga ik jullie meenemen langs museum, het Haagse Historisch Museum en de Rijksmuseum de Gevangenispoort. En dan morgen neem ik jullie nog langs twee musea mee, namelijk dat was een tram. Museum Bredius en West Den Haag. Helemaal leuk. Ik vroeg namelijk, de vorige twee keer ging ik aan het eind van de dag naar huis. Dacht ik, ja, maar het is eigenlijk heel leuk hier. Dus ik wil hier blijven. Dus ik vroeg aan het museumkwartier, ik zeg, mag ik hier niet een keer een nachtje blijven slapen? Om Den Haag te laten zien. En dat mocht. Dus ik slaap hier in Boutique Hotel Corona. Daar heb ik net ingecheckt. De kamer was nog niet klaar. Het is namelijk 11 uur. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar goed, ik neem jullie dus weer verder mee in hoe gezellig en hoe leuk Den Haag is. En er is vandaag een soort hitteplan gaande, want het is volgens mij 32 of 33 graden. Dus ik heb sowieso een fles water daar. Of daar, nou ja goed, dat maakt niet meer. En ik heb ook mijn handdoekje meegenomen en een kleedje. Want misschien, als ik vroeg klaar ben, kan ik, dacht ik wel even naar Scheveningen met de tram. Ja, dat leek mij gewoon een goed idee. Maar dat is als we tijd over hebben. Maar goed. Ja, Den Haag. Ik heb er helemaal zin in. Ik voel me echt, moet ik zeggen, na die drie keer vloggen hier, maar ook voel ik me echt steeds meer thuis hier. Ik heb altijd dat ik soms in de stad moet ik een beetje mijn weg vinden of zo. Maar nu ik hier, nou, dit is dan de derde keer hier ben. Ja, zin in. Ik word pas over een uur opgehaald door Sanna hier bij het hotel. Dus ik ga eventjes een ijskoffie halen. Kijk gezellig mee naar deze vlog. Zo, ik heb mijn ijskoffie gehaald. En ik ga zo meteen beginnen bij het Haagse Historisch Museum. Nou, de naam zegt het al, Haagse historie. Het is natuurlijk een stad waar veel historie is. De Tweede Kamer zit hier, de politiek zit hier. Maar los daarvan is nog steeds veel meer gebeurd. Nou is er momenteel een tentoonstelling te zien in het Haagse Historisch Museum. Die heet Het Rampjaar. En het gaat dus over het jaar 1672. En ik weet niet of er bij jullie nu een belletje gaat rinkelen. Of dat je denkt, oh ja, toen in geschiedenisles hebben we het daarover gehad. Of dat je denkt, 1692, Marco, waar heb je het over? Nou moet ik eerlijk zeggen, is het voor mij ook een tijdje geleden dat ik geschiedenisles heb gehad. Dus het zal ongetwijfeld behandeld zijn. Ik weet het niet meer. Misschien was ik die les wat anders aan het doen. Maar goed, in dat jaar was er een vijandelijke invasie in Nederland. Er was overal paniek. Er was een gruwelijke moordpartij van bepaalde broers. En deze, het is echt een rampjaar. En dus nu dacht het Haagse Historisch Museum, we gaan lekker de vergelijking trekken met nog een rampjaar, namelijk 26. Want er zijn best wel veel overeenkomsten. Ja, want er is in 1672 was het dus een enorm rampjaar. Er was natuurlijk toen een trauma. Na de schok van deze ramp ontstond er al snel in Nederland heel veel verdeeldheid en polemiek. En er kwamen al meer rampen achteraan. In 1672 staat namelijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de rand van de afgrond.
Het land wordt aangevallen door Frankrijk, Engeland en twee Duitse staten. Emoties lopen hoog op, complottheorieën doen de ronde, fake news doen de ronde. Zondebokken worden al snel gevonden. Het Haagse Historisch Museum presenteert dus die tentoonstelling over het rampjaar. Hoofdrolspelers passeren de revue met als wrangdieptepunt de moord op de gebroeders De Wit. Is 1672 nog steeds een uniek jaar of reageren we nog steeds op dezelfde manier op rampspoed? In de vergelijking wordt gemaakt met crisisjaar 2020, het jaar waarop corona opduikt. Een vergelijking die, nou ja, dus opmerkelijke parallellen opbrengt. Ik ben benieuwd. Het lijkt me heel interessant om die vergelijking te trekken tussen corona en zo'n rampjaar in 1672. En wat we er dus van kunnen leren als mensen, hoe wij reageren op rampen. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Zo, en dan zijn we aangekomen in het Haagse Historisch Museum. Vandaag leg ik vooral de focus, wat ik eerder al zei, op het rampjaar 1672. Nu heeft het Haagse Historisch Museum nog meer. Er is een vaste tentoonstelling over de macht van Den Haag. Dus dat gaat vooral over de macht hier in de Tweede Kamer of in het Binnenhof. Daar gaan we wel even kort heen, want daar liggen de tong en vingers van een van hun gebroeders, De Wit. Die zijn natuurlijk in dat rampjaar gelinst, dus die liggen hier ook echt. Dus gaan we zo kijken, maar ik ben dus nu in de tijdelijke tentoonstelling. En het is wel leuk om te vertellen, want als je deze vlog ziet, dan de dag erna, op 20 augustus, dat is echt de zwarte dag. Want daar, op die dag zijn de broeders ook echt gelinst. En dat gaan ze hier in Den Haag ook echt herdenken. Herdenken met een soort... Ze gaan die tijd weer terugbrengen en dat doen ze in de gevangenpoort. Daar gaan we zo meteen ook nog eens, dat zal ik zo meteen nog even helemaal uitleggen. Maar eigenlijk als je hier binnenkomt op de tentoonstelling, word je meteen rampjaar 1672. Voor de mensen die mij op het land volgen, die weten, ik ben niet zo helemaal gek op alle jaargetallen en data. Dus ik zal er een beetje omheen praten. Maar het vindt dus allemaal plaats in dit jaar, rondom dit jaar, in aanloop naar dit jaar. En het gaat eigenlijk een beetje om deze twee heren. Ik heb hier Johan de Wit en ik heb hier Willem de Derde. Het was een beetje Oranjes tegen de Wit. Want Johan de Wit die leidde dus heel lang Holland. Hij was de raadspensionaris van Holland. Dat was de machtigste man van de Republiek. En zo'n 20 jaar leidt hij ook echt erin. Dus toen was Nederland dus een republiek. De prins van Oranje, die had op een gegeven moment zoiets van, ja, ik wil weer terugkomen. Dus daar zat een beetje dingen. En het komt eigenlijk omdat in 1650 sterft Willem II op vrij jonge leeftijd. En een week later wordt zijn zoon geboren. Die hebben elkaar dus nooit gezien. Maar de Staten-Generaal besluit dus, nou ja, we hebben nog helemaal geen nieuwe leider nodig. Wij kunnen het gewoon zelf. Daar begint eigenlijk al die drama op. En uiteindelijk, rondom die tijd gaat het sowieso in Europa een beetje mis. Want Nederland valt dan onder Spanje of Holland, moet ik zeggen. Frankrijk heeft zoiets van, ja, wij willen Nederland hebben. Dus die gaat samen met Engeland en Zweden roeren om dat terug te winnen. Nou, uiteindelijk gaan Engeland en Frankrijk weer samen en willen ze Nederland veroveren. Dus het gaat helemaal mis. Ik moet zeggen, ik vind wel dat we deze kapsels terug moeten brengen. Ik zie dit bij iedereen. Ik denk, let's bring back the... Welke zijn? Waarschijnlijk een van de broeders Wit. Wat jullie overigens horen, hier staat... het schip van Michiel de Ruiter. Dat schip, die, wat jullie misschien wel weten van geschiedenis, is dat die Engeland een paar keer heeft verslagen op eigen wateren. En Cornelis de Wit, die broer van Johan de Wit, die heeft daar dus heel erg bij geholpen. En die komt in principe in 1676 terug. Maar er gaan roddels rond, er worden complottheorieën verspreid van dat hij niet rechtvaardig heeft
gevochten. Nou, moet je eruit zeggen, nee, dat zijn lasterpraatjes. Maar ja, pamfletten worden verspreid en dat gelooft het volk. Nou, uiteindelijk worden ze dus gelyncht. Ja, dat zie je dus ook hier in de film. Het leven van Michiel de Ruiter is een aantal jaar geleden verfilmd. En de dood van hun zit in die film. Dus die kan je hier gedramatiseerd zien. Maar goed, dus die dag dat die broeders wordt vermoord. Cornelis zat dus gevangen daardoor. En die broer wilde hem ophalen. Maar door die pamfletten ging ook de roddel rond dat ze dus het land wilden ontvluchten. En toen dachten alle mensen in Nederland, ja, dag, want ze werden als verraders gezien. Dus die waren hier bij die gevangenpoort waar hij zat, waar we zo meteen heen gaan. En dat, dus werden gelinst door die roddels. En wat heeft het Haagse Historisch Museum dan gedaan? Die hebben dus een vergelijking getrokken tussen die twee rampjaren. Dus je hebt hier 26 en je hebt hier 1672. Dus zij vergelijken hier eigenlijk vijf punten die je kan vergelijken met elkaar. Het begint eigenlijk met, we moeten die ramp keren. Dus wat komt er aan? Dus hier in corona van, hey, het komt eraan, er is iemand die is ziek. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat aanpakken? En hier in 1672 wordt gezegd, we worden aangevallen. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? Nou, de tweede stap is dan ook saamhorigheid. Dus hier saamhorigheid. Hier kan je dus zien van, we gaan een leger samenstellen. Hier is dat in Nederland met corona, is dat dan. We gaan samen thuis, we klappen voor de zorg, we voelen heel erg ons verbonden. Nou, het volgende wat je daarna krijgt is wantrouwen. Hier heb je dus al die pamfletten, hè, die worden verspreid om roddels te verspreiden, om die broers te... een soort heksenjacht eigenlijk. En hier met corona en 2020 gaat het om tweets. Dus je ziet dat geschiedenis herhaalt. Er komt een soort tegengeluid. Mensen vragen de legitimiteit. Nou, de waarheid zeg maar van de mensen in de macht af. Nou, daar was het met pamfletten. Hier was het met tweets. We zien hier Thierry Baudet, we zien hier Trump. Dan krijg je verdeeldheid. Dan krijg je de helft van de mensen zeggen, nou, we geloven dit, we geloven dat. Dat krijg je ook hier. In 1672, het andere rampjaar. Dan krijg je van eigen soldaten eerst. De prioriteit van welke provincie. Dus dan krijg je onderling. Ja, en het eindigt dus in geweld. Ja, hier. Die plunderingen. En die gebroeders wint. En hier met corona zie je ook echt geweld tegen de politici. Je ziet de geschiedenis zich herhalen. Overigens zie je dit heel vaak, dus niet alleen met deze rampjaren, maar je ziet het met andere onderwerpen, dat de geschiedenis zich vaak herhaalt. En hier kan je dus een stukje Nederlandse geschiedenis krijgen in het Haagse Historisch Museum. Dus je kan even je geschiedenislessen weer erbij trekken, zeg maar. En even inlezen, wat gebeurde er ook weer in 1672? En daarna kan je de verbinding leggen tussen 20. En wat kunnen we daar nou van leren? Doen we iets verkeerd? Is het gewoon überhaupt een reactie die je als volk hebt met rampen? Want als we dat herkennen, kan je daar ook wat aan doen. Nou, hier heb je nog, kan je vooruit kijken, wat wordt de volgende ramp? Nou, zijn er nog natuurlijk in het Haagse Museum nog meer dingen. Er zijn een vaste collectie. Hier is een stukje over Alexandrine Tine. Zij is in de 19e eeuw, was zij de dochter van een hele rijke man. En zij ging als vrouw toen al een wereldreis maken met camera. Dit is één zaaltje en hier heb je prachtige portretten. Dat ga ik vandaag niet behandelen, dat laat ik lekker aan jullie over. Hè. Maar ik wil jullie nog wel even meenemen naar beneden. Daar liggen dus die vingers en een tong van die gebroeders Wit, sorry. Die uit elkaar zijn getrokken.
tussen dat werk liggen waar je de hele lynching ziet. Dus je ziet hier zo'n broer en hier een broer. En dan hierachter zie je ze ook echt hangen, waar ze echt nog stukken worden gegeten. Ja, en hier heb je dan zo twee, een tong en een vinger liggen. En echt, ja, nou, gezellig. Hier lig je dan. We zijn nu door in het museum De Gevangenpoort, waar ik net al vertelde. De gebroeders De Wit hebben hier dus ook vastgezeten. Als je hier uit het raam kijkt, dan hier achter mij met tegenlicht, dan zie je hier het binnenhof, zeg maar. En aan de overkant is het Haagse Historisch Museum. Dus ja, hier gaat het over 4 eeuwen mensen gevangen houden. We zijn nu in de examineerkamer, waar dus hier dan de politie uit die dag zat. En dan kon je hier zo staan, achter het paaltje. En hier staat ook: niemand mag ter dood gebracht worden, tenzij de verdachte de misdaad zelf bekent. Maar ja, in Nederland hadden we daar natuurlijk hele leuke methodes voor. Zoals lekker je duimschroeven laten aandraaien, of je laten uittrekken of verdrinken. Dus het voelt heel on-Nederlands, maar het gebeurde ook gewoon hier. Binnenplaats staat hier een. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En hier. Daar is het gat. En dan omhoog. Daar hangt het mes. Een guillotine. Een Frans onthoofdingsapparaat. Ja. En dit is een lekkere, menslief. Een makkelijke manier om iemand dood te maken. 1 snee als het mes maar niet bot is. En je hoofd is eraf. Nou, het is in Nederland maar 2 keer gebruikt. Dus tussen 1810 en 1813 heeft hij er gestaan. En hij is maar 2 keer gebruikt, dus dat valt mee. Zo, ik loop nu door het cellencomplex hier. Kijk, hier zie je de cellen. En het zijn, nou, best wel grote units. Ik denk dat je hier alleen een mannetje of 20, 30... in kwijt kan, maar dan wel met 1 toilet. En met een toilet bedoel ik dan natuurlijk een gat in de muur. Maar ja, kijk. Hier. Jullie zien het zwart gat. Nou ja, het is erg vrolijk word je er niet van, kan ik je vertellen. En hier is het lichtje, kijk. Kijk, daar is het gat in de grond. Ja, ik denk dat je hier wel met 20, 30 man ik kan zien hoe klein iedereen was. Want hier ben ik. Nou, ik ben 1,80. Dit is de deur. Zouden ze mannen en vrouwen bij elkaar stoppen? Nee, het lijkt me niet. Dit is de Knight's Room, de ridderkamer. En hier hebben Johan en zijn broer zitten wachten. Op dit bed, er is ook een schilderij van. En hier was de meute dan aan het joelen van kom naar buiten, we willen je pakken. Dus ze wisten eigenlijk ook wel een beetje hoe het ging eindigen. Maar hier zaten dan te wachten tot ze dood gingen eigenlijk. Een beetje triest, maar ja, dat is wat het is. En hier zie je dan wat we net ook zien, die... Ik zou zeggen een lepel, maar een tong.
een tong en een vinger liggen. Ja, trieste bedoeling, Zon. Ik ben nu aangekomen op de, nou ja, ik kan het wel de plezierzolder noemen. Je hebt hier namelijk gezellig de strop hangen. We hadden hier de, ja, wat is dit? Je verhit het gewoon helemaal of je stopt er iemand in en dan verhit je het. We hebben hier, nou ja, verdrinken. Dus we doen gewoon een steen aan je been en de vijver in. Schandpaal. Een gezellige lig en we drukken, nou ja, hier ons hoofd in door zwaard. Of bijl, wat je wil. Of we hebben hier ook allemaal martelwerktuigen. Dus dit kan je wel de plezierzolder noemen. En hierachter is een speciale cel gebouwd voor iemand. Die was een dubbelspion. Ik vind het altijd heel interessant als mensen voor twee kanten werken. Maar dit is de plezierzolder hier in de gevangenpoort. Zo noem ik het maar. Zo, en dat was het museum De Gevangenpoort over gevangenissen in Nederland. Ik geloof dat ik een beetje een geromantiseerd beeld had van gevangenissen in Nederland in 1600. Misschien heb ik het uit films gehaald, dat kan natuurlijk. Maar goed, dat was de eerste vlog. Er komt dus morgen, voor mij, ga ik die opnemen, maar die komt voor jullie later. Deel 2, Den Haag, komt die online. Ik ga lekker nu mijn hotelletje in, Hotel Corona, inchecken. Die kamer is klaar. En bedankt voor het kijken. Kijk vooral uit naar deel 2 van Den Haag. Die zie je vanzelf online verschijnen. En al helemaal als je abonneert op mijn kanaal. Als je me al volgt, dan kom je het vanzelf voorbij. En dan zie ik jullie gewoon weer in de volgende vlog. Laat een leuke reactie achter. Laat weten wat je ervan vond. Heb je ook wel eens iemand gemarteld? Ik hoor het graag van jullie. Bedankt voor het kijken weer. Dat betekent veel. En ik zie jullie weer in de volgende vlog.